Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Het was gigantisch warm vandaag. Heel warm. Heel warm. Zo warm. Zo warm vandaag. Ik word er zo moe van. Het is nooit goed. Het was zo verschrikkelijk warm vandaag dat ik dacht van we gaan een plekje zoeken. Een beetje in de schaduw. Het zonnetje is er een beetje weg en dit is een prachtig uitlaatveldje. Dus we gaan tussen de honden drollen kijken wat we kunnen vinden. Ik heb de Quest Q35 bij me. Maar niet zomaar de Q35. Ik heb de Toy Soldier Edition. En die is te koop. Die kan je nu bij Koistra Metaaldetector gewoon kopen in de winkel of online. En het leuke is, je krijgt er ook nog een pinpointer en een mooi zakje bij. Het leuke van zulke vegeltjes is dat je het er lekker meteen uit kan rapen. Meestal ligt het niet zo heel diep. Dus lekker snel lopen, lekker snel gaan. En daarom hebben we het eerste eurotje al te pakken. Vergeet het niet lekker dicht te maken. Weer zo'n prachtig signaaltje. Weer rond de 60. Niet zo diep, dus klein goud, kuiltje graven. Het ligt wel ietsje dieper. Helaas, dat is dan toch weer blik. Wat heb je, Gijs? Warm. Wat heb je nog meer? Euro. Euro? Euro. Oh. Mooi, man. Dat is de tweede euro. Ja, maar deze is wel geleefd. Kijk wat een mooie patina. Ja, moet je kijken, joh. Ja, daar houdt de bank van. Ja, daar is de Jumbo heel blij mee. Hahaha. 50 centjes. Ja, dit is toch wel een patatje. Ja, nou lig ik voor. Ja, nou lig je, neem je ineens een sprint, jongen. Nou moet je je best gaan doen. Ja, nou. Gijs, je loopt weer een euro meer achter. Ja, mooi is het. Dan mag jij straks tracteren. En het volgende muntje. Ja. Wat zijn jullie aan de 20 centjes. Waar dan? Hier. Zie je hem niet? Goed zoeken. Zal ik een hint geven? Ja. Zie je hem nog niet? Ja. Vijf gulden cent uit 19... Wat? Nou, die vind je niet. 69. 69? Is die nog ouder dan ik ben? Ja. Nou, Gijs, die vind je sowieso niet. Zomaar. Wat had je, Gijs? 88. Utti-tutti. 88 is, zou het 2 euro kunnen zijn. Ja, zou. Maar tot nu toe heb ik alleen nog maar blikjes. Blikkie. Die heb ook een onderbroek vol. Nee? Een hele mooie vondst. Wat is het? 1891. Wat is het? 1891, dat is wel oud. Het is wel de fabriek. Spiritus. Ik zou toch zweren dat hier in het blokje zat.
Dat klinkt te groot, ja. Een doppie. Een doppie. Kijk hem eens hier. Hier zit hij. En wat is het? Oh, het is geen muntje. Ik dacht dat het een muntje was. Ik heb helemaal de camera aangezet. Het is een bout. Ik dacht dat het een muntje was, maar het is een bout. Hij zat echt zo erin, zo. Dus ik denk, hé, een muntje. Maar nee. Nou, wat heb je, Gijs? Happy? Ja. Happy, happy, poe, poe. Happy, happy, happy. Happy, 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 20 cent. Gijs, die zegt, je zou... Denk erom, hè, met je sirene. Gijs, die zegt, je zou denken dat er nog een siersteen in zou moeten zitten. Ja, nou in ieder geval niet deze steen. Dat lijkt wel een meteoriet. Er zou toch ook een siersteen aan in de kou moeten zitten? Dat zou kunnen. Hé, hey, heb je spekjes gehaald? Yep. Dat zou kunnen, maar... Ik heb marshmallows gehaald. Het zou ook wat anders kunnen zijn. Het is wel oud. Dat is wel leuk. Ja. Hier. Ja, ga even met een beetje respect om met mijn nostalgische fonds, jongen. En ik dacht dat ik een muntje had, maar het is een sleutel. Dus het is een... Dit is de tweede keer dat ik dacht dat ik een muntje had, terwijl het de sleutel is. Heb je hem? Ja. Wat is het? Nee, in je handen. Je bent zo'n lekker ding. Wat heb je gevonden dan? Ik kan het niet zien. Het is een stukje aluminium. Daar zit niks anders meer in. Nou, netjes dichtmaken. En aanstampen. Netjes aanstampen. Netjes. Kijk, zo. Dat lijkt erop. Ik zet hem uit. We stoppen ermee. We hebben heerlijk gezocht. Het was een smal strookje waar veel honden uitgelaten worden. Maar we stoppen ermee. Het was een klein strookje waar veel honden uitgelaten worden. Nou, Gijs heeft een paar muntjes, ik heb een paar muntjes. Daniel die heeft lekker geholpen. Dus we zijn klaar voor vandaag. We gaan al ons geld bij elkaar leggen en kijken of we er een Turkse pizza van kunnen kopen. Zin in? Nee. Nee? Jij vroeg net of ik trakteerde. Ja. Nou, helaas pindakaas. Vond je de video nou leuk? Vergeet er niet een duimpje omhoog te doen. En eventjes te reageren. Ik lees ze allemaal en ik vind het leuk. Dat versterkt de community. Voor nu, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.